Dit is de architectuur van de angst letterlijk verbeeld door een fotograaf, kunstenaar. Wie is dit en waarom dit beeld in de tentoonstelling? Dat is eigenlijk een Finse fotograaf, Ilka Halso. De foto's zijn eigenlijk het zijn geen reproducties van de werkelijkheid, maar ze zijn volledig digitaal geconstrueerd. Dus het is eigenlijk een soort van toekomstscenario van de kunstenaar. Een beetje een pessimistisch beeld dat hij heeft over hoe dat de zaken gaan evolueren met de klimaatopwarming. Dus is eigenlijk vertrokken van het idee dat we dus binnen x aantal jaren de natuur enkel nog gaan kunnen bezichtigen in een museum. Hè. Dus de fotoreeks die we hier zien noemt ook Museum of Nature. En hij is dan eigenlijk ook een beetje vertrokken van het idee dat dat ook niet alleen zomaar een museum is, maar dat dat tegelijkertijd ook een soort van entertainment gehalte zal hebben. Dus dat het museum een beetje een soort van pretpark wordt, waarin dat je dus een voorgekoude en gecontroleerde avontuurlijke ervaring kan beleven.